Laura! Zo, hoe is het? Goed? Ik ben blij dat je er bent. Ik ook. Kom binnen. Dank je, dank je. What's the pressure? Ja, je werd erbij, hè. Ja, hoe is het? Goed. Goed? Goed, ja. De allereerste keer als ik jou ontmoet heb, was inderdaad in Stockholm, was ja, het, hè? Ja, in Stockholm. Ja, dat heb je goed gedaan, hè. Dank je. Hoe was dat? Merci, dat was super, super leuk. Ja. Ja. En nu ben je zo eindend groeien tot een grote ster. Eerst werd je fan van mij en nu moet ik fan van jou worden. Of een grotere ster dan mij aan het worden. Laura! Ik ben nog steeds fan, ik ben nog steeds fan. Ik ook van jou, hoor. Dat is goed. Dat is goed. Een soort van mini-jumpsuit om te slapen. Maar ik denk als jij dat aan hebt, dat dat nog vrij sexy is. Ja? En doe je dat dan met een riemke? Nee, om te slapen met een riem. Ja, dat gaan we doen. Maar zo om rond te wandelen in jouw huis? Nee, zo gewoon. Nee, want ik denk als je dat met een hak doet en een riem, dat dat nog zoiets... sexy heeft. Ja. Ik zal het eens proberen. Probeer dat dus. Maar jij slaapt dus zo? Niet altijd, maar wel... Zo, dat is je lievelingsstuk om te slapen? Ja, ik vind dat wel comfy en dat is zacht. Ja. Ja. Ja, dat voelt ook zacht en comfy aan. Ja. Zeg, en als je dan iets wilt doen, moet je wel veel... Allee. Ja, of ik doe dat erna pas aan. Als ik echt ga slapen. Laura. Maar ik heb dat gekregen voor kerstmis. Van wie? Van mijn vriend. Je moet die vrienden met mij laten bellen. Oké. Ik zal niet de juiste dingen opschrijven die je echt wilt. Oké. En als je dat aan hebt, wat zegt hij dan? Mijn beertje komt naar mij? Nee, dat doe ik al meestal aan als ik alleen thuis ben. Om echt om op de zetel zo een film te zien of zo. Is dat echt zo fijn om te dragen? Ja. Ja, zeg maar, echt, iedereen zit maar altijd over die onesies. Heb je geen onesie? Maar... geen enkele? Nee. Ik zeg, je bent verbaasd. Ik ben verbaasd dat jij een hebt. Maar dat is toch niet zo fout? 1, 2, 3. Laat me eens voelen. Dat is toch zacht? Voor in de zetel te zitten. Ga je zitten? Ga je zitten in de zetel. Dat is toch gezellig? Met de kat erbij. Nee. Met een poes. Eerst dacht ik sexytime dat je bedoelde ondergoed en zo, dat maar ik dacht, nooit ja, dat vond ik ook zo wat raar. Foute jaren. Dus ik heb zoiets mee wat ik zou aandoen om zo uit te gaan met mijn vriend of op date of zo. En dan is dat zo'n hoge taille broek met zo'n crop top of zo. Ja, je hebt een goede buik, je kunt dat. Goeie kledingstukken. Ja? Ja, ik vind, je hebt heel, het is heel sober, maar je hebt zo de juiste... de juiste accenten, je doet dat heel goed. Okay. Was je daar wel bang voor? Ja. Ja. Buiten je onesie? Ja. Ik heb wel nog één ding dat ik denk dat je mij ook voor gaat defrienden, wat nog erger is dan de onesie. Maar ik draag geen... We zijn Laura kwijt aan. Maar kijk! Maar ik draag... Laura... Ze is begonnen in de glitter en ze gaat eindigen in de driekwartsbroeken. Witte sokken. Ik weet het, Laura, ik heb het al gezien. Geloof me, nu lacht je. Maar ik doe dit al jaren, ik weet hoe dit gaat eindigen. Of de Birkenstocks. Ik wil u echt helpen, hè. Ja. Of onze vriendje. Oh. Ze gaan echt weg, hè, Laura? Ja, dat is niks. Sorry, Gio, ik heb geprobeerd, maar het mag niet. Ze gaan weg. Ze gaan weg. Zie maar dat je daarvoor de plaats krijgt. Dank u.